Geachte leden van de Raad van de Gemeente Hardenberg, van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 12 februari 2019. Dat welkom geldt natuurlijk ook aan de mensen op de publieke tribune, zeker ook de jeugd die hier ook volop vertegenwoordigd is vanavond. Leuk dat jullie er zijn en ik hoop dat jullie een mooie vergadering krijgen. Welkom ook voor de media, zoals gewoonlijk ook present, en de mensen die ons volgen via de moderne media. Ook van harte welkom bij deze raadsvergadering. Ik open de vergadering met mededeling van afwezigheid van mevrouw Rusken, de heer Nijhoff en de heer Pieper. En we zijn nog in afwachting van wellicht de komst van de fractievoorzitter van D66, de heer Rodemont. Hij heeft zich niet afgemeld. De actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is het geval. Mevrouw Mensink, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat over de lijst die de gemeente samen wil stellen. Inventarisatie naar beeldbepalende panden of plekken. CDA vindt dat heel mooi dat dat gebeurt. We zijn onlangs nog bezig geweest en nog steeds met ook het schoenmakershuisje is een mooi voorbeeld daarvan. We hebben een vraag gekregen van de historische vereniging. Zij vragen zich af van goh, waarom besteedt de gemeente nog een redelijk bedrag, iets van 60.000 euro... om dat in kaart te brengen, terwijl zij al eerder een inventarisatie hebben gedaan. En onze vraag is, zijn zij ook betrokken bij die inventarisatie? Akkoord, dank voor uw vraag. Ik kijk even in de richting van het college, de heer Ten Kate. Gaat in op de beantwoording van de vraag rondom beeldbepalende pan. Ja, voorzitter, die wil ik heel graag beantwoorden. De inventarisatie die nog moet starten van de beeldbepalende panden en ruimtelijke structuren beslaat de hele gemeente Hardenberg, inclusief de buitendorpen. En die zal worden uitgevoerd door het Oversticht, waarbij wij echt heel graag gebruik willen maken van bijvoorbeeld historische verenigingen, know-how van andere mensen die kennis van zaken hebben. Sterker nog, in het kader van de burgerparticipatie en de gewenste betrokkenheid van de Vereniging voor Plaatselijk Belang zullen wij bij aanvang van de inventarisatie ook door het Oversticht zal er bij hen op aandringen om samen met hun in gesprek te gaan en daar gebruik te maken van de kennis inderdaad die is bij deze verenigingen. Het project is nu gestart in 2016 waar u aan refereert. Ja, toen was dit project nog niet, toen was er deze wens ook nog niet. Maar kijk, die inventarisatie die is nooit weg en ik denk ook dat de historische vereniging gewoon die kan inbrengen. Akkoord, dank voor de beantwoording. Voldoende, mevrouw Mensink, voor dit moment. Ja, akkoord. Andere vragen nog bij de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan gaan wij door naar agendapunt 3, de vaststelling van de agenda. Van deze agenda uw goedkeuring dragen. Mevrouw Kloekhorst en de heer Jonghans daarna. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie wil samen met de fracties van 50PLUS op koers.nu, GroenLinks en de VVD een motie vreemd op de agenda plaatsen. En het gaat over een losloopvoorziening voor honden in de gemeente Hardenberg. Akkoord, dat wordt dan een bespreekstuk, een motie. Ik kijk al voordat ik de agenda ga herordenen, even naar de heer Jonghans. Ja, voorzitter, dank u wel. Het bespreekstuk over het bestemmingsplan Broeklanden-Zuid is na een korte correspondentie met de wethouder. Hij heeft ons nu overwegen om het naar de kamerstukken toe te verplaatsen. Akkoord. U had hem de vorige keer voor een bespreekstuk geagendeerd. Ja. En dat kan nu ingetrokken worden. Dan maken we daar een hamerstuk van. Dat is goed. En dan kijk ik even naar de motie vreemd. Zijn er nog andere overigens over de agenda? Dat is niet het geval. Dan gaan we hernummeren. Bespreekstuk, dat wordt agendapunt 6. Dat is het ook, maar dat wordt nu motie vreemd orde aan de dag. En als ik goed begrepen heb, gaat het over hondenlosloopgebied. En dan gaan we nummer 7. Dat wordt het hamerstuk vaststelling bestemmingsplannen Hardenberg Broeklanden Zuid. 8 krediet en 9 Hardenberg Centrum bestemmingsplan. En 10 nummeren zo door. 12 sluiting.
akkoord met uw goedvinden deze agenda vastgesteld. Brengt ons bij agenda punt 4. Het spreekrecht over de agendapunten. Er heeft zich niemand gemeld. Het gaat ook over hamerstukken, dus niets aan de orde. Dan gaan wij door naar agenda punt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 januari, jongstleden. Er geen opmerking binnengekomen. Ook nu heeft u geen aanleiding tot maken van opmerkingen. En dat betekent dat die definitief vastgesteld is. Brengt ons zoals gezegd bij één bespreekstuk voor vanavond in deze raadsvergadering. Motie vreemde orde aan de dag. Het woord mag ik geven aan de Partij van de Arbeidsfractie, mevrouw Kloekhorst, ook namens de andere fracties. Dank u wel, voorzitter. Bij onze fracties zijn verschillende initiatieven bekend van inwoners die zich inspannen voor de leefbaarheid. Wellicht met verschillende nuances, maar allen zetten zich in voor de mogelijkheid voor het mogelijk maken van loslopende honden in de openbare ruimte. In de pers, via ingezonden brieven en via andere contacten worden we hierover geïnformeerd. Dat het leeft onder de mensen is wel duidelijk. In het centrum van Hardenberg, in de wijk Baalder, in de wijk Heemse zijn mensen ermee bezig. En er worden ook waardevolle verbindingen gelegd met anderen, zoals dierenartsen. En wie weet zijn er meer vergelijkbare initiatieven in onze gemeente die niet bekend bij ons zijn. Kortom, er is sprake van kracht en energie van onze inwoners zelf. Locaties worden gezocht in de openbare ruimte. Maar dat lijkt niet makkelijk. Om de kracht en energie van inwoners te behouden en te kapitaliseren, willen we het college vragen, en ik zal het dictum voorlezen, om in contact te treden met de verschillende initiatiefnemers en gericht te helpen met het zoeken naar locaties om een omheinde losloop- en speelvoorziening voor honden te realiseren. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Deze motie wordt medegediend door op koers.nu 50 plus GroenLinks VVD. En geef hem graag in bespreking. Voorzitter. Ja, mevrouw de heer Brink. Dank u. Ik heb wel even een vraagje over, want de signalen die u benoemt, hè, die bereiken onze fractie ook. Het gaat inderdaad ook om het centrum. En ik heb ook al een initiatiefneemster gehoord die bezig is met een hondenspeeltuin. En wat we eigenlijk altijd proberen te doen, is om die mensen met elkaar ook in verbinding te zetten. En ook wel hen te leiden naar de gemeente om te faciliteren. We hebben ook een maatschappelijk initiatievenfonds wat daarin zou kunnen faciliteren. En dan denk ik van, waar ik een beetje bang voor ben, laat ik daar maar gewoon zeggen, is dat wij als gemeente nu weer de regie gaan nemen. En wij vinden als fractie juist zo mooi om vooral de kracht ook bij de inwoners te laten. En ik ben een beetje bang en ik hoor graag de reactie van de portefeuillehouder daar eens over. Dat je als gemeente niet de regie neemt, maar juist de initiatiefnemers laat zijn. En als gemeente gewoon een faciliterende rol op je neemt. Tot zover. Ik wil daar graag even op reageren, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Kloekhorst. De strekking van de motie is, u heeft mijn bijdrage net gehoord, niet dat wij de regie gaan overpakken. In mijn beleving heeft de gemeente een verbindende en faciliterende rol. En de openbare ruimte is nou eenmaal des gemeentes, hè, over het algemeen heel veel. Dus daarin hebben wij gewoon een rol in de facilitering. Maar niet in hoe het initiatief vormgegeven wordt of hoe dat eruit ziet of iets dergelijks. Dat moet juist vanuit die kracht en energie van de samenleving komen. Voorzitter, even één aansluitende opmerking als dat mag. De motie is helder. Je verschilt dat punt wel een klein beetje van u, met u van mening, maar goed, dat kan. Maar ik hoor wel even hoe de portefeuillehouder hier tegenaan kijkt. Want volgens mij, als je initiatief hebt waarbij je ook de rol van de gemeente nodig bent, dan is daar de gemeente die ondersteunt. En voor mij is de motie dan overbodig. Maar goed, ik hoor graag de reactie van de portefeuillehouder daarover. Akkoord, maar kijk eerst nog even in de raad rond. De heer Boshoven, GroenLinks. Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst van harte steun voor deze motie. Want het is belangrijk dat sommige initiatieven die al zo lang lopen ook een keer steun krijgen. In het verlengde daarvan zou ik wel graag willen opmerken dat voor mijn fractie zien wij heel graag dat dit soort dingen ook in de omgevingsvisies en in de omgevingsplannen terug gaan komen. Zodat wij dit ook niet meer steeds hoeven op te pakken en zodat het ook vanuit de inwoners zelf vastgelegd kan worden in de omgevingsvisie. Lijkt ons daar een heel mooi instrument voor. Akkoord, dank u wel. Anderen nog over dit punt? De fractie van de ChristenUnie, de heer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik mevrouw Kloekhorst complimenteren met haar bijdrage. Waardevolle verbindingen
Dat staat ons wel op het hart geschreven. Maar wij zijn heel erg benieuwd naar de reactie van het college. Nou, dan gaan we, als er geen vragen meer zijn of opmerkingen vanuit de raad, dan kijken we in de richting van het college. De heer Ten Kate. Over de motie rondom honden losloopgebied. Ja, voorzitter. Even de praktijk. Lopen op dit moment twee initiatieven voor hondenloslopen terreinen in Heemse en in Deemsvaart. Verder zijn er nog vier initiatieven waar we mee in gesprek zijn. Maar daar gaat het vooral om, vergeef me het woord, hondenpoepbakken. Daar zijn we ook met z'n allen mee bezig. Initiatieven in contact treden met initiatieven die wij niet kennen, dat is lastig. Dus ik ga ervan uit dat als u namen en rugnummers hebt, dan kunnen we dat altijd doen. Maar ik heb het gevoel dat we toch voor een groot deel wel in contact zijn met de initiatieven die wij kennen. En die willen we ook graag faciliteren. Overigens is het wel zo dat er bij al dit soort initiatieven het ook altijd vastzit op budget. Soms worden gevraagd om afrastering, om dat soort zaken. Dus gaat het om omheinde loslopterreinen. Dus in die zin hoor ik ook graag van de raad. We hebben een beperkt budget voor dit soort zaken, 10.000 euro. In dat kader hoor ik ook graag van de raad als u zegt van nou kunnen we dat dan budget dan overschrijden of hebt u daar meer geld voor over. Kortom, voorzitter, ik heb het gevoel dat we redelijk in contact zijn, maar degene die wij niet kennen, daar kunnen we natuurlijk ook niet mee in contact treden. Maar ik neem aan dat u ons dan de namen en rugnummers gaat verstrekken. Voorzitter. Akkoord. De heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Ik was bang dat de heer Ten Kate naar zijn plek terug zou gaan. Ik was even benieuwd, vindt u deze motie dan eigenlijk overbodig? Nou, het kan een steun in de rug zijn, voorzitter. Maar aan de andere kant, nogmaals, hij zou overbodig zijn als ik zeker wist dat wij met iedereen in gesprek zijn. Maar wij zijn bereid om in gesprek te gaan. Nou ja, dus we kunnen de traditie doorzetten door steuntjes in de rug uit te delen natuurlijk. Akkoord. Anderen nog, ik kijk rond in de raad. De heer Kloekhorst op Koers.nu en dan D66. Ja, dank u voorzitter. Twee opmerkingen van mijn kant. Ik denk dat de heer Brink, ondanks dat hij twijfelde, dat moeten we wel, moeten we niet doen, heel goed aangaf van hé, dit kan ook uit dat fonds. En wat het steuntje in de rug betreft, ik heb enige contacten al 4 jaar lang met de hondenclub. En die hebben het tot nu toe niet als een steuntje in de rug ervaring, maar als een hele grote drempel. 4 jaar terug mocht ik daar de hondententoonstelling openen. Ik heb nog nooit zo'n enthousiast publiek gehad. Toen ze me zagen, begonnen ze te blaffen en ze hielden pas op toen ik weer wegging. Maar dat geeft wel aan dat ondanks alle goedwillendheid die er is, die locatie de drempel is waardoor die mensen echt 4 jaar lang bezig zijn en eigenlijk het idee hebben van we komen niet verder. Akkoord. En u doelde natuurlijk op de baasjes die enthousiast waren. D66, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik hoor de portefeuillehouder iets zeggen over een mogelijk budget, wat er dus waarschijnlijk nu niet is en mogelijk gevraagd gaat worden. Eigenlijk een vraag vanuit de gesprekken die nu wel gaande zijn, is er al zicht op een vraag rondom dat mogelijke budget? En zo ja, is er een inschatting te geven hoe groot dat zou moeten zijn? En daarbij toch misschien wat flauw, maar ik bedoel het niet flauw, maar gaan wij ons nu beperken tot de discussie rondom honden die los gaan lopen? Of zijn er ook nog andere dierenproblemen die we ook nog moeten tackelen? Want zo blijven we bezig in deze raad in al dit soort discussies. Natuurlijk steunen wij van harte alle gesprekken die het college gaat voeren met burgerinitiatieven. Maar als ik de wethouder hoor zeggen, wij zijn al in gesprek met heel veel mensen, dan hoop ik dat we het hier ook bij kunnen laten. Akkoord, mevrouw Kloekhorst. Ja, even voor de duidelijkheid, we vragen hier niet om budget.
Het gaat meteen over budget. Dat is natuurlijk ook des raads. Maar ik geloof echt in de kracht van deze samenleving. En volgens mij gaat het vooral om locatie. Dus laten we die discussie alsjeblieft niet voeren hier. Akkoord. Voorzitter, ik wilde toch even de vraag overeind houden staan over dat budget. Want ik hoor toch een zinspeling vanuit de portefeuillehouder hierop in ieder geval. Ja, u staat erop daar een antwoord op te krijgen. Dan kijk nog één keer in de richting van het college. Bij monden van de portefeuillehouder die hierover gaat. En dan zou ik willen voorstellen tot stemming over te gaan. Heel concreet, voorzitter. De beide initiatieven die ik heb genoemd in Heemse en Delenswaard. Daarmee is het budget van 10.000 euro weg voor dit jaar. Dus in die zin komen er nu nog meer initiatieven. Dan is de pot leeg. Akkoord, helder en duidelijk. Dan kijk ik allereerst nog even naar de indiener van de motie namens de andere partij. Wilt u de motie in stemming brengen? De college heeft aangegeven het ook als een steun in de rug te kunnen ervaren. Dat is het geval. Dan breng ik de motie in stemming en maak ik even een rondje bij de andere partijen die nog niet getekend hebben voor deze motie. Allereerst de fractie van D66 voor of tegen? Wij zijn tegen. Dan de fractie van de CDA. Voorzitter, het CDA is een partij van mensen en die een steuntje in de rug gaan bij mijn steun is voor. Akkoord. Tot slot de ChristenUnie. Ja, voorzitter, u kent deze coalitie als een diervriendelijke coalitie. We hebben de hondenbelasting al verlaagd, dus dit gaan we ook zeker doen. Wij zijn voor. Akkoord. Nou, het lijkt me duidelijk. Daarmee is deze motie met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. En kan die dienen als een steun in de rug. En wellicht dat het college nog bij u terugkomt voor de financiën. Dat brengt ons bij de hamerstukken. Vanavond voor deze raadsvergadering. Allereerst agendapunt 7. Vaststelling van het bestemmingsplan Hardenberg-Broeklanden-Zuid. En de geluidszone voor het bedrijfterrein ook Broeklanden-Zuid. Behoefte aan een stemverklaring? Ja, de heer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb zoals al net aangegeven correspondentie gehad met de wethouder over dit onderwerp. En dat heeft geleid tot de toezegging van de wethouder dat de maatregelen voor een duurzaam bedrijventerrein meer expliciet worden benoemd en opgenomen in de toelichting op het bestemmingsplan. En met die toezegging kunnen wij prima leven met een hamerstuk. Akkoord, fijn, dank u wel. Ik breng het voorstel in stemming. Kunt u instemmen met het voorstel zoals het voor ligt? Akkoord, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, VVD, D66 op koersbenu nu. Partij van de Arbeid 50+ akkoord. Daarmee is het voorstel aangenomen. Agendapunt 8. Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de sloopvervanging van twee bruggen in de Menen. Stemverklaring. Mevrouw Zoeten, CDA-fractie. Dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft kennis genomen van de fusie-effectrapportage. En is blij te lezen dat beide oude groepen en alle belangstellenden gehoord zijn. Of belanghebbenden. Bij het goede onderwerp vraag ik even af. Dit gaat nog over de bruggen. Wellicht moeten we een brug slaan naar het volgende onderwerp. Ik wil geen bruggen bouwen. Ik ben helemaal van de Partij van de Dieren van apropos. Akkoord. Dit gaat nogmaals over agendapunt 8. Beschikbaar stellen kredieten, sloopvervanging twee bruggen. Stemverklaring, niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Akkoord. Alle aanwezige raadsleden stemmen in met dit voorstel. Agendapunt 9. Vaststelling bestemmingsplan Hardenberg Centrum Voorstraat 18 in Hardenberg. Stemverklaring. Niet het geval. Dan vraag ik u, kunt u instemmen met het voorstel? Alle fracties hier vertegenwoordigd kunnen stemmen in. Daarmee agendapunt 9 ook aangenomen. Agendapunt 10. Een lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering de dato 12 februari. Instemmen met de wijze van afdoening. Dat is het geval. Dank u wel. Agenda punt 11, de rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? In ieder geval, dan zijn wij bij agenda punt 12, de sluiting van deze raadsvergadering van dinsdag 12 februari 2019. Dank voor uw inbreng en besluitvorming. Ik sluit de vergadering om 19:30, vervolg met de oriënterende ronde. Vergadering is gesloten.